Welkom bij Pulse Model Train Stuff. Ik ben niet aan de whisky, maar dit is een tijdelijke cover voor een heel mooi nieuw trein. Het gaat hier om de Pico ICE. En het is een ICE 3 trein. Deze stond heel lang al op mijn verlanglijst en ik ben er een tegengekomen. Ik heb hem ook gekocht. Deze set bestaat dus uit de twee dummy motorwagens en twee tussenrijtuigen. Ik heb nog een extra rijtuig gekocht zodat ik al een 5 lang heb, maar de uiteindelijke lengte moet 7 gaan worden. Al deze treinstellen hebben een stroomvoerende koppeling, dat is haast niet te zien op deze camera. Waarbij er 1, 2, 3, 4, 5 pinnetjes aan stroom doorgegeven worden tussen de hele set. Op die manier heb je dat de stroompick-up gebeurt in de dummy lock. En alleen in deze dummy lock. Deze dummy lock ontvangt de stroom en gebruikt dat alleen maar voor zijn front- of sluitsein. Deze doet de stroompick-up en de front-sluitsein. Even kijken. Deze is de wagen zonder stroompick-up, maar met een pantograaf. Ik heb nog niet gekeken of dat deze ook te gebruiken is en aangesloten is. Dat is nog wel interessant. En de middelste. Een beetje lastig bij 4 stuks. De laatste van het stel is deze. Dit is de motorwagen. Je kunt het hier ook zien, de tandwielen. Deze wagen is ook degene waar de decoder in zit. Even kijken. Heb ik hier nog? Ja. Het is 1 schroef. Die ik misschien wat te hard aangedraaid heb. Want ja, ik heb hem al open gehad. Ik heb er namelijk een decoder in gedaan. Het was 1 schroef. Zei hij. En daarna, ja, kun je, dat is de schroef, de hele kap. En redelijk makkelijk afkrijgen, zei de handleiding. Het zijn 2 schroeven. 2 schroeven. En met die 2 schroeven kun je de kap er redelijk makkelijk afkrijgen. Bijna net zo makkelijk als met een Lima-trein. Hoppa. Zo. Dat is de kap. En dit is het locomotief. Dit is een Lokpilot 3. Die ik erin gehangen heb. Dit hier gewoon. Ik heb hem gewoon inpluggen. Hier komen de kabels van de 5 connectors. Zie ik hier maar 3 kabels naar boven komen. Aan de ene kant. De andere kant 5 kabels. Dus ik ben benieuwd of dat er nu nog 2 kabels hieronder langs lopen. Of dat ze alleen maar aan deze kant de stroomvoerende locomotief dummy geplaatst kan worden. De connectoren zijn ook zo dat ze maar op één manier aangesloten kunnen worden. Dus wat dan naar deze kant toe gaat, is alleen maar de witte front zijn, gele sluit zijn en blauw de Common Plus. Nou, ik heb hier dezelfde decoder ingeplukt. Hier zat gewoon een standaard analoog ding in. En dat is ook het enige wat je moet doen. Of hoeft te doen om deze digitaal te laten rijden. Redelijk eenvoudig dus. En omdat dit dus de bistro is, zie je voor het grootste deel van de elektronica. Het blijft mooi verborgen. Achter het bistro logo. En ik denk dat ik deze hier kan neerleggen.
even dit opzij. Nou, hier zie je nog wat puntjes op zitten. Dat zijn de losse onderdelen die erbij zitten. Die heb ik gewoon nog niet gemonteerd. En ik ga deze hier gewoon weer terug bovenop plaatsen. Het is niet echt een vakje voor de decoder. Dat is wel jammer. Maar verder zijn wel de kabels redelijk goed weggewerkt. Zodat je ze niet aan de buitenkant ziet. Ik ga gewoon gauw. Dan zal de kabels binnenboord blijven. Deze er terug opzetten. Zo. Schroeven er terug in. Ah, hier zijn ze. Dus het is niet vaak dat ik. Dit is geen nieuwe, dit is een tweedehands trein. Maar het is niet vaak dat ik zo'n complete set in één keer koop. Die gewoon al werkt. Het is toch leuk als ze dat niet doen. Maar voor deze stond al als kind af aan op mijn verlanglijst. En als je hem dan tegenkomt, dan moet je daar niet al te moeilijk over doen. Het is dus de Pico versie. Er is ook een Merklin versie. Die is wat prijziger. Zoals dat meestal is met Merklin. En na verluid rijdt die niet zo mooi als de Pico. Dat vind ik dan altijd heel leuk om te horen. Verder merk ik wel dat hier het ijzer een beetje los in zat. Dus hij is gelukkig niet helemaal in orde. Maar ik verwacht dat het niet veel werk is om te repareren. Zo, deze schroef zit er wel diep in. Hoppa. Ik weet niet hoe de neus los moet. Ik durf er ook niet al te veel kracht op te zetten. Zo. Nou, de driver. En hieronder zit waarschijnlijk. Nee, hier zit niet het blok metaal. Maar hier zitten wel alle bekabelingen en zo door de hele trein heen. Zodat ze naar. Zodat de stroompick-up gebeurt en dat de lampen aangestuurd worden. Dat betekent dat de. Een metalen blok waarschijnlijk hier nog los onder zit. Ah nee, hier zie ik hem gaan. Daarvoor moet dus de. Oeh. Deze kap moet er op een of andere manier af. Nou, dat is nogal een gedoe. Ik zie wel de gaten in de metalen plaat zitten. Maar hij komt nooit in de buurt van de schroefgaten. Misschien dat hij er verkeerd om in zit. Dat kan ik me ook niet voorstellen. En ik zie ook geen mechanisme. Ik zie geen makkelijk mechanisme om deze los te krijgen. Ik denk dat dit een gevalletje handleiding gaat worden.
Ja. Ik denk dat als hij omhoog gaat en nog een. Dit is niet te filmen, dus. Komt hij niet? Nee. Ik denk dat aan deze kant. Aan deze kant. Er iets ontbrak of ontbreekt. Dat hij niet op zijn plek bleef liggen, of blijft liggen. Hij ligt nu wel stil. Tja. Dat is nog iets om een keer nauwkeurig naar te kijken. Nou, eens kijken of ik hem nog terug in elkaar kan zetten. Ziet er goed uit. Nou, in de andere wagens, daar verwacht ik eigenlijk alleen maar dat er de bekabeling doorheen loopt om uiteindelijk naar de andere dummy lok te gaan om daar de front- en sluitsein verlichting te doen. En hier lopen wat meer kabels van voor naar achter. Beide wielen pikken hebben een stroompick-up op beide rails. En daardoor, even kijken, ja. Van hier af lopen ze dus hier naartoe. En van hier komen ze met de rest van de kabels door de hele trein heen. Via deze connectoren. Hoppa. Ah, en nou zit hij weer los. Nou, heb ik toch nog iets te doen aan deze trein? Ik ben iets wat huiveriger voor deze helemaal open te maken en helemaal aan te gaan passen. Omdat het zo'n mooie trein is en ik deze al zo lang wilde. En hij nog bijna onbeschadigd is. Er zitten wat krasjes op, er zit wat vuil op. En daar is het dan. Het is niet erg dat er dat op zit. Dat hoort er een beetje bij. Je hoort ze ook te gebruiken. Je moet ermee spelen. Dus deze gaat weer lekker in de doos. En ik hoop dat je het interessant vond. Mijn whisky ICE-trein. Mocht je hier meer van willen zien, subscribe dan op mijn kanaal. Ik heb nog aardig wat liggen. En ik ben ook het aantal dingen die ik heb aan het verkopen. Dus misschien is het wel eens een keer een idee als ik de link naar mijn marktplaats ga delen. Dat zou voor mijn verkopen ook wel aardig zijn. Zo. Vanaf de andere kant van het schuurtje. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb hier nog wat leuke dingetjes. Nou ja, er komt nog van alles aan. En subscribe. Like. En deel met elke andere treinfanaat die je kent. Die het wel leuk vindt om te zien wat er in een trein zit. Mocht je nou ook vragen hebben van, ik heb hier een trein, dit is al defect, hoe kan ik dat oplossen? Ik hoor het graag, misschien kan ik het demonstreren. Ik heb redelijk wat rommel hier liggen, redelijk wat probeersels liggen. Dus misschien kan ik daar dan wat leuks mee doen als voorbeeld gebruiken. Ter demonstratie, zodat, ter lering en vermaak. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.